Op 15 juli gaf burgemeester Dieudonné Akkermans het startschot voor de viering van 75 jaar Liberation in de gemeente IJsden-Margraten. Voorafgaand aan de officiële opening van de bijeenkomst gaf de burgemeester een toelichting aan de uitgenodigde pers. We hebben ook die internationale verbinding ingebracht om ook uit andere windrichtingen, zowel Luxemburg als Duitse en Belgische kinderen ook aanwezig te laten zijn. Om daarmee ook de verbroedering en de verzoening te laten zien. Nadrukkelijk dat wij één Europa zijn en dat dat ook een Europees feest is. We hebben 25 activiteiten. En het leuke is, hier ziet u ze, die activiteiten spelen hier af in deze gemeente. Maar die maken wel een verbinding met andere gemeenten of buitenlanden. Laat ik eens een voorbeeld noemen. Op die beroemde 12 september hebben wij om 10 uur de eerste aftrap, de nationale aftrap van de bevrijding, waarin ook de NOS een en ander zal optekenen. Belangrijk was om daarin te vernoemen dat natuurlijk Mesh bevrijd is, maar gelijktijdig nagenoeg ook richting Navagne ook IJsden bevrijd werd. Nu ook in september is de Cramayon dansen voor onze vrijheid. Dat zou een harte wens zijn van mij persoonlijk. De projectleider en andere genodigden gaven een korte toelichting op hun plannen. We zijn natuurlijk een hele actieve gemeente rond dat thema. Met Mesh als eerst bevrijde dorp van Nederland en de Amerikaanse begraafplaats. Maar ook alle initiatieven die vanuit de inwoners zelf zijn aangedragen. Het hoogtepunt concentreert zich toch van 12 tot en met 15 september. Waar we samen met de provincie en de gemeente Maastricht hebben opgepakt. Als de start van de bevrijding van Limburg. Maar lees gewoon de start van de bevrijding van Nederland. De nadruk ligt in Noordbeek. We liggen aan de grens en we hebben dit project dit jaar genoemd Crossing Borders, dus over grenzen gaan. En dat is ook voor ons de bedoeling om die bevrijding die vanuit België naar ons toe is te komen, om die weer te herdenken en te vieren. Wij zijn sinds 1951 bezig met bevrijdingsestafette Camp Maastricht. En ook dit keer doen we voor de 16e keer de afstand lopen van Camp via de originele route van de Old Hickory Divisie. Ongeveer 1000 kilometer naar Maastricht. 12 september om 10 uur via hetzelfde weggetje dan de Old Hickory Divisie in 1944 Mesh bevrijd heeft. Om de bevrijdingsfeesten in Margraten, IJsden en Limburg te herdenken. Ja, je zoon laat zich niet storen tijdens het sturen. Rij zonder afleiding. Rij mono. Als Omroep Krijtland en Omroep Maas en Mergeland besteden ver aandacht aan de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog, 1940-1944. En nu, in 2019, vieren we 75 jaar na de bevrijding. Ooggetuigen zijn uiteraard schaars, maar gelukkig treffen we nog lui aan die goed geluisterd hebben naar hun pap of mam, of oma en opa. En die verhalen zenden we uit, zodat ze kunnen bij de deur verteld en bovenal niet vergeten hoe belangrijk dat het is om in vrijheid te kunnen en mogen leven. Zo stond voor u hier op de Gulperberg. Ook tijdens de bevrijding van ons Heuvelland
een strategisch belangrijke plaats. In Mechelen werden twee bruggen opgeblazen door de Duitsers om de Amerikanen tegen te houden. En het Siska, Kremer, Lindelof vertelt daarover. Maar het vertelt ook over Don Walker, een Amerikaan die bij hun heen in waar ik gekwarteerd. Op 12 september kregen we allemaal in de lucht van Mechelen allemaal bescheid dat de bruggen moeten springen. En zo voor het winsteren en deuren openlopen, damit er nog de route niet sprongen. En na de middag, ja, we lekken al door. Het was natuurlijk dood, we hebben ook geen route gesprongen in zover. Ja, want het waren de laatste stuiptrekken wat er nu zag, maar hier zijn, wilden ze dat nog houden, alsof die Amerikanen daar, die gingen er ook heen alsof het niks was. Dat was geen probleem. Die waren al gek gewend, mensen we zo wie dan komen worden. Ja. Dat vroeg me zich al eens af, waren die nu ook al bij de landing die toen heen geweest zijn? Dat weet men niet. Hè. Nu is nog van de Krasbongers Peberig. Die houden maar die ballen met die Canada's, die bloem. En die had toen nog gelukkig een noodbrug gelaten. En toch de vriend allemaal die grote boom over die bruggen heen. He. En dat had ook dat de lune een keer gekost. Ja. Die kwamen met een ganse troep hier op. He. En daar vroegen dingen van die sergeant of ik wat hier goed. Ja, dat was natuurlijk vooral voor met de bevrijders. He. Ja, we zijn brood. Ja, dat halve een dag en jaar niet meer zien. Zo weet hij. Ja, ik ga op de muur weer. En dan was ik een beetje Engels. En daardoor kon ik tussen mij nog tolk, zal ik maar zeggen. Hè. Op een zaterdag 2011, juni 2011, toen kreeg ik telefoon. Ik neem ik op, waar dat de dochter van het vriendje Esser, het zegt hij stond bij Engelander, hij stond Engelander voor de deur. Die had je bij u Die waren bij jou eigen kwartier. Ik zei, ja, Engeland had niet bij jou gewoond, maar wel Amerikanen. Ja, dat zijn de Amerikanen hier. En die wilden dichter bezoeken. Ja, dan had ze maar komen. Ik stond die deur op, die bellen. Ik stond die deur op, ik zie de stoor. En dat was... Ik zei, dan? Ja, dat is er dan. Hij zit er zo en wel, hij wil hangen, hij maakt foto's. Hij zit er wel absoluut wil zich dat deukje terugbrengen. Dat hij het toen geschikt naar Amerika weer naar terug was. Daar kon ik me niks meer van herinneren. Ik was plat. Hij denkt dan ook nog aan dat. Ja, hij wil absoluut zit er zo en hij wil absoluut. Nou, het is naar Mechelen. Vergunt kijken en luisteren naar de Michel Wolfs uit Eesde, die met zijn mam en 6 kinder achterblijft wie zijn pap krijgsgevangen wordt genomen. Hier ben ik opgegroeid als kind. Toen is de oorlog gekomen, was ik 7 jaar. Toen is mijn vader die is krijgsgevangen geworden. En toen bleef moeder met 6 kinderen en een klein bedrijf achter. Toen zijn we weer verhuisd naar Rijmerstok in de melkfabriek van de familie Kranse. Daar was de zus van mijn moeder onderwijzeres. En van daaruit zijn we teruggekomen hier om de andere dag kijken of de melkkoeien gemolken waren. Dat hebben we 14 dagen hebben we dat gedaan. Om de andere dag te voet met Louis, de jongste broer, in de koets. Mijn vader die was niet onder dienst hoeven te gaan. Die moest toen bij de mobilisatie in die tijd. En in de tijd van oorlog werden die opgeroepen direct. En 's morgens om 6 uur kreeg hij een telefoontje of een ander bericht. Dat ze moest melden aan het Wit Huis. Daar kwamen die mensen bij elkaar. Toen zijn zij over de Maas met de sloep van Père Warnier
overgestoken. En toen zijn ze te voet richting Tine, die allemaal, dat is bij Leuven, te voet. En daar hebben ze hun gepakt. En toen zijn ze getransporteerd naar Duitsland. Daar heeft hij 6 weken aan de spoorwegen gewerkt. En toen is hij teruggekomen en ik heb hem toen getroffen hier op de kruising in Bruist. Ik kon hem niet op het eerste gezicht, want hij was helemaal wit of grijs. En na een paar seconden hebben we het verenigd toen. We stonden hier op de Kerenshof in Kaster. Toen heb ik iets meegemaakt, dat was dan in de oorlog, het einde van de oorlog. Hier in de Huisweide, daar was een afweergeschut ingegraven en daar zaten die 3 Duitse personen in. Het was nog 2 of 3 dagen toen het einde van de oorlog was. Toen is een van die mannen, ik schat hem toen 45 jaar, en die kwam toen naar de boerderij, naar het huis waar die officieren zaten, en te zeggen, laten we het toch overgeven en denken aan vrouw en kinderen. Nee, zei die officier, terug. En toen die man hier op de brug van de voer kwam, heeft hij hem neergeschoten. Een paar dagen later is hij een granaatscherf gekomen en die heeft de 2 andere personen ook gedood. De Frans Mengels uit Kier vertelt over een latrine, een schön woord voor een militaire veldtoilet, tegenover hun huis in het weiland. Ik zit hier bij mijn ouders huis, zal ik zeggen, en ik ga het vertellen wie ik deze woonde bij de inval van de Duitsers. En dat wordt hier altijd hier op de Rijksweg, hoor, dat wordt altijd hier bedrukt. En bij die dingen overigens, in die wijk, daar komen soldaten met paard en karren, of wagens wat ze hadden, die komen daar rusten. De eerste dag werd als kinder, hoor. We waren misschien met 10 jongens, ze verloren altijd bij te kijken, hè, wat gewonden wordt. En dan worden ze hier langs de Rijksweg, waar een paar soldaten gewoon een gleuven maken, onder de greppel. Die weg, hoe ik nog een uur vertel, die wordt 1,5 meter dieper als de Rijksweg. En dan worden die dan gleuven, maar ja, dat verdacht dat wordt niks. Maar toen we weer smorgens wie ik opsteen. En toen gisteren ze aan de venster kijken. Hè. Weer het huis van ons sloeg dat ding nu van de Rijksweg. Toen kwamen ze naar de weien kijken. Hè. En toen zag ik dat een deel soldaten achterin komen. En ze liepen langs die hoe ze daar gegraven hadden. Hè. En ja, dus kind wist niet wat het was. Ja, en toen wisten ze niet hier. Toen wisten maar even kijken. Hè. En onderin draaiden ze om en deden ze allemaal de broek af. Ja? En toen zaten ze op de huken. Ja, ik denk dat ze gingen ja, poepen, wie wil dat zeggen in het plat. Hè? Dan zou ik zeggen, zich ontladen. Hè? En dat waren, houden ze zo'n tijdje gezeten en toen stingen ze weer op. En toen koesten ze weg met de waterzoog. Die moesten blijven stoer en die moesten rondjes gelopen. En dan komen ze weer terug en dan is het niet geen. Ja, dan zitten ze weer en dan moesten ze weer rondjes lopen. En zo ging dat. Of dat in discipline worden te poepen. Allemaal, en dat waren zeker een 50 man. En ik ga dat vertellen aan de jongens van de buurt. En de woord was ook van komen kijken. Die moeten dat ook interessant en nog niks zeggen tegen de oude lui. Ja. Ja. Ja, dat was het verhaal wat ik. Van die discipline wat die houden doen. Het is zomer en dus zijn er overal vlooienmarkten en braderieën. Wij waren in Termaar Margraten.
onze cameraman, stuitte al struinend over terrein op een heus museumpje. Nou, welkom in het museum van de Heemkunde Margraat. We hebben hier in het gebouw van de Oude Veiling hebben we een klein museumpje. We hebben een klein archiefruimte en we hebben natuurlijk daar hiervoor een kleine keuken gemaakt. Dat kunnen we daar nog eens even gaan bekijken. Maar hier worden allerlei oude voorwerpen tentoongesteld. We hebben hier een schootje, een woonkamer, een bijkeuken, een slaapkamer. Nou, allerlei dingen uit grootmoeders tijd. Nou, niet alleen grootmoeders tijd, is natuurlijk ook van voor de oorlog, maar ook na de oorlog. Heel veel mensen zullen, en als we even de camera naar die gaan, zie je met het schootje, zul je zien dat er ook al spullen zijn van de jaren 70, jaren 80. En heel veel mensen zullen dat zeker herinneren van, hé, hey, dat is leuk, dat ken ik. En dat is eigenlijk ook de bedoeling van het museum. Dingen herkennen. Mensen moeten kunnen zien van, dat heb ik vroeger ook gebruikt. En dat is gewoon leuk. En wanneer kunnen ze kijken? Nou, we hebben geen echte vaste openingstijden. Nou, we hebben de eerste zaterdag van de maand hebben we altijd van 10 tot 12 is hier gewoon open dag. Kun je gewoon naar binnen lopen en dan kun je informatie krijgen over het museum. Dan kun je ook in het archief allerlei informatie inwinnen. Het is maar jammer genoeg maar één keer per maand. We hopen natuurlijk dat het in de toekomst wat vaker zal gebeuren. Maar ligt aan de vrijwilligers. Dus we zoeken nog een hele hoop vrijwilligers om dit werk allemaal te doen. En die kunnen zich hier aanmelden of? Kunnen zich altijd aanmelden. We hebben een website en van de Heemkunde Margraten. En dan kun je ook de telefoonnummers, kun je alle informatie vind je daarop. Kun je altijd aanmelden. Maar loop gerust binnen de eerste zaterdag van de maand. Zijn er nog attributen bij waarvan je zegt, daar zijn we heel erg trots op, dat we dat hebben? Of is het eigenlijk allemaal? Alle materialen wat we hebben, zijn we trots op. Hoe klein, hoe groot het ook is. Tussen Waalwiller en Mechelen, bij het Arnold Jansenklooster, werd er vandaag een steen neergelegd door de gemeente Gulpen-Wittem, om daarop de herinneringsplaketten aan de klap van Wittem te bevestigen. De vaandelwacht van schutterij St. George uit Simpelveld opende de feestelijkheden voor de onthulling van de plaketten. Na een inleidend woord door wethouder Philip Lahey gaf historicus Luc Wolters een verdere uitleg over het gebeurde aan de aanwezigen. 71 is een getal. Het is maar 71 jaar geleden dat hier op deze plek het noodlot toesloeg. Een noodlot voor 10 verzetstrijders uit Simpelveld en Gulpen-Wittem. Wat is hier gebeurd? Wat heeft er op die dag plaatsgevonden? Wat is de klap van Wittem? Wat is de naam die eraan gegeven is? Die klap van Wittem betekende een klap voor het verzet. Omdat er op die dag 10 personen, aanvankelijk 13 personen, zijn opgepakt, 3 bleken misverstand te zijn. Hoe was dat gekomen? In het klooster van Wittem was een veldlazaret ingericht waar mensen verpleegd werden, waar ook Duitsers verpleegd werden. Met name toen de aanvallen op Aken gestart waren. Aansluitend vond de onthulling van de plaketten plaats door enkele nabestaanden van de slachtoffers. Ik heb niks meer zien. Pas op meneer. De inzegening van de plaketten vond plaats door rector Henk Eringveld van het klooster in Wittem. Mensen uit onze streek, 10 in getal, werden daar slachtoffer van. Velen van hen bijna alle keerden nooit terug. Presenteer, geweer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Na het lossen van de 7 kamerschoten voor de slachtoffers klonk de Last Post, gespeeld door Peter Lindelauf. Was sie gerade denkt, hört sie denselben Sender oder ist ihr Radio aus? Fährt sie zum Rendezvous oder nach Haus? Doch dich, mein Mädchen, werde ich nie mehr sehen.